Assalamu alaikum allemaal, ik hoop dat alles goed gaat met jullie. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe dat jullie deze overheerlijke, super zachte, smaakvolle cake kunnen maken. Toen ik nog jong was, kwam ik altijd vrijdag thuis van school en had mijn moeder die wekelijks klaargemaakt. Zij had haar recept dan van haar tante van Nederland, mijn tante. En zij maakte die dus altijd. Er was geen week voorbijgevlogen zonder dat wij deze cake hadden gegeten. Echt, ik garandeer jullie, eenmaal dat jullie deze hebben gemaakt, gaan jullie die altijd blijven maken. Die is super luchtig, super zacht, echt de moeite waard. Ook super snel klaargemaakt. Ik ga jullie zo meteen laten zien hoe dat jullie hieraan moeten beginnen. Vergeet zeker niet te liken en te abonneren. En dan gaan we eraan beginnen. De juiste benodigdheden vinden jullie onderaan in mijn beschrijving. Heel veel succes! Assalamu alaikum allemaal. We gaan eraan beginnen. Zoals ik al heb gezegd, is dit echt een oud receptje. Vroeger gebruikten ze allemaal gewoon glazen. Dus alles was gewoon met een glas afmeten en met kommen afmeten. Daarom heb ik dat dus gewoon zo behouden. Met glazen werken. Jullie kunnen dat gewoon met de handmixer zo meteen mixen. Ik heb geen tijd, ik ben een beetje gehaast. Dus ik ga dat met mijn keukenrobot doen. Dan kan ik er wel andere dingen in orde maken. De juiste benodigdheden vinden jullie onderaan in mijn beschrijving. We gaan eraan beginnen. We gaan beginnen met onze gewassen eieren hierbij toe te voegen. 6 eieren in totaal. Zoals ik al heb gezegd, de juiste benodigdheden vinden jullie onderaan in mijn beschrijving. Allee, op het einde moet dat dus altijd misgaan. Hè? Ik was al blij dat er niks in zat, uiteindelijk. Oké, we gaan die nu even aanzetten. En na een half minuutje gaan we ons suiker erbij toevoegen en onze vanillesuiker. We gaan die gewoon goed schuimig laten opkloppen. Onze eieren zijn al goed schuimig geworden. Hier ga ik hier mijn vanillesuiker bij toevoegen. En mijn glaasje suiker. En dit ga ik verder laten mixen, totdat dat terug verdubbeld is. En dan pas voegen wij de rest erbij toe. Voilà, mijn eieren zijn al goed schuimig geworden. Nu ga ik gewoon met de garde verder kloppen. We voegen eerst onze zonnebloemolie erbij toe. En terwijl ook onze yoghurt. Ik heb gewoon yoghurt gebruikt van de Colruyt of Carrefour, maakt niet uit welke. Volle yoghurt, gewoon huismerk. Even een lepel erbij nemen. Dus dat moet geen merk zijn. Dit gaan we even goed mengen. Dan voegen wij ook onze iets minder dan halve glas kokosras erbij. Het moet wel fijne kokos zijn. Dan gaan we daar rasp bij toevoegen van een halve citroen. Mag ook een appelsientje zijn. En nadat we ons citroentje, halve citroentje, geraspt hebben, doen we daar ook volledige sap erbij van ons half citroentje. Voilà. Even meer rasp.
super luchtig, mijn eieren. Veel gemakkelijker met de keukenrobot dan met een handmachine. Als laatste gaan we onze bloem griesmeel, fijne griesmeel. En onze twee bakpoeder erbij toevoegen. Voilà, dat is dus de reden waarom wij onze bloem en griesmeel moeten zeven. Om zeker te zijn dat er niks in zit. Dit gaan we nu goed mixen. Hier mocht je echt je tijd nemen, zodat alles goed gemixt is. Omdat er zoveel eieren in zitten, is dat best moeilijk om te zien, omdat dat zo goed schuimig is. Maar je voelt dat wel goed aan of het goed gemixt is of niet. Het ruikt al wel super lekker, heel frisjes. Het begint daarop te lijken ze. Dit kan ook met de keukenrobot, maar ja, dan ben ik bang dat dat de bodem niet goed meeneemt. Doe dat gewoon met de hand. Voilà, het is goed gemixt. Je ziet al je kokos erdoor komen. Dan neem je je bakvorm erbij. De mijne is van de Lidl. En dan ga je je volledige mengsel erin gieten. Ik heb dus nog steeds een bakje die ik heb niet gevonden. Hè. En dan gaan we die in de oven steken op 160 graden. En van zodra dat ik die eruit heb gehaald, laat ik weten hoe lang dat die erin heeft gezeten. De nieuwe oven uitproberen ze. Ook zie, groot genoeg voor al mijn creaties. Ik heb die nu op 160 gezet, hete lucht bovenonder. En dan laat ik weten hoe lang dat die erin heeft gezeten. Mijn cake is bijna klaar, lieve dames en heren. Dus ik ga mijn confituur al smelten. Zo, ik ga de helft van mijn potje ongeveer. Die ga ik dan smelten. Op een zo zacht mogelijk vuurtje. Als je wilt een klein lepeltje water, maar dat moet niet per se. Voilà, lieve dames en heren, mijn cake ruikt zo lekker. Die heeft er nu 35 minuutjes in gezeten en is volledig droog van binnen. Dan is die klaar. Ik heb mijn confituur dus op tijd gesmolten. Dan gaan we die heel voorzichtig verdelen, zodat we onze cake niet plat drukken. Dat is uiteraard niet de bedoeling.
heel voorzichtig. Je mocht hiervoor ook een cake even laten afkoelen. Maar zoals ik eerder al had vermeld, heb ik daar niet tijd voor. Dan gaan we die helemaal confituur naar keuze. Ik kan jullie uiteraard de abrikozen confituur aanraden. Helemaal smeren. De dikke klonters ga ik er zo meteen ook afhalen. Best is om eventjes de cake te laten afkoelen. Dat geef ik al zeker met jullie mee. En dan kun je uw gesmolten confituur er nog steeds op gieten. Ik hou persoonlijk van de klonters, dus die haal ik eraf. En dan ga ik er als laatste mijn kokos op smeren. Dan ga ik die volledig laten afkoelen. En dan laat ik jullie zeker en vast de binnenkant zien. Vroeger lustte ik dus geen kokos. Ik heb dat leren eten. Nu vind ik die gewoon overheerlijk. En mijn mama misschien haar pegelegalia. Die maakt dat speciaal voor mij zo'n deeltje. Oftewel zonder niks. Oftewel met chocoladehagelslag. Skene. Voilà. Ik ga nu mijn cakeje laten afkoelen. Voilà, lieve dames en heren. Mijn cake is afgekoeld. Ik ga mijn cakeje nu snijden. Oh, wauw. Die voelt super zacht aan. Dit moest ik vroeger zo vaak doen met mijn mama. Dat was altijd mijn taak, de cake snijden. Het ruikt zo lekker. Ik kan veel rechter, maar zoals ik al eerder gezegd heb, ben ik een beetje gehaast. En dan nu het moment van de waarheid. De binnenkant. Zo'n beetje warm. Super luchtige, zachte cake. Oei, oei, oei. Ik heb die niet goed genomen, maar voilà, perfect. Dan kunnen jullie de binnenkant zien. Super zacht, ruikt super lekker. Oh, echt, echt, echt een topcake. Ik garandeer jullie, eenmaal dat jullie die één keer hebben gemaakt, gaan jullie die echt wekelijks maken. Ik hoop dat alles heel duidelijk was. Ik hoop dat jullie mij gaan liken, delen en abonneren. Jullie mogen me altijd jullie resultaten doorsturen en hopelijk tot de volgende video.